Hallo beste vrienden, welkom bij uw programma De Uitweg voor de Verslaving. Wij zijn hier in het studio van het UKGR Evangelisch Centrum om u deze uitzending te bieden. Wat is een verslaving? Een verslaving is in feite een gewoonte dat de persoon heeft waarvan hij afhankelijk is geworden. Afhankelijk aan een bepaalde stof, aan een bepaalde substantie of een bepaalde gewoonte. Heel vaak wordt de persoon verslaafd ergens aan, omdat hij de pijn van een bepaalde trauma, van een bepaalde gebeurtenis, het verleden, de situaties van het leven, wilde vergeten. En daartoe greep hij naar bijvoorbeeld drugs, sigaretten, alcohol, verschillende dingen. Echter, omdat het probleem niet opgelost wordt, wordt vaker naar de substantie, vaker naar de gewoonte gegrepen. Totdat het punt komt dat de persoon niet meer zonder kan. Totdat het punt dat de persoon niet meer het huis kan verlaten zonder een pak sigaretten. Zonder het huis leeg te laten zonder een paar blikjes bier of whisky. Zonder elke dag langs de casino te gaan na het werk in de hoop om iets te winnen. Dat is de verslaving. Iets dat begon om de pijn te verzachten. Maar na verloop van tijd werd het een valstrik waaruit de persoon niet meer uit kan komen. En waarvan de persoon afhankelijk is geworden. Ik ben hier vandaag in onze studio met Gael Mbwete, die ons gaat vertellen zometeen hoe hij hevig verslaafd is geraakt aan marihuana. Tot het punt dat hij zelfs moest blowen om te kunnen slapen. Als hij niet blowde, kon hij niet slapen. En hoe het tot dat punt is gekomen, wat er daartoe heeft geleid, gaan wij zometeen horen. Wij gaan nu even naar een korte onderbreking. En wanneer wij terugkomen, gaat u dan het verhaal horen van Gael, hoe hij verslaafd is geraakt, maar ook hoe hij eruit is gekomen. We komen zo bij je terug. www.radiopositief.nl. Klik op uitzendschema en daar vindt u de tijden van verschillende boodschappen. U kunt 24 uur luisteren naar muziek en boodschappen van geloof. www.radiopositief.nl. Altijd opwekkend. Heel vaak grijpen mensen naar de verslaving, niet wetende dat het later in de toekomst zal uitmonden in iets waar ze afhankelijk van zijn, om een bepaalde pijn te vergeten, een bepaalde onzekerheid te overwinnen. Bijvoorbeeld, er zijn mensen die veel drinken om dan aangeschoten en dronken te raken, omdat zij van nature onzeker zijn van zichzelf. Ze zijn verlegen, ze hebben bepaalde onzekerheden, bepaalde complexen en ze drinken om zichzelf moed in te drinken, zoals ze zeggen. Het probleem echter is dat de onzekerheid niet weggaat en de persoon op een gegeven moment de alcohol ziet als zijn uitvlucht. Of de drugs, of wat het ook is waar de persoon aan verslaafd is geraakt. Er zijn mensen die een bepaalde gewoonte hebben waar ze niet meer vrij kunnen komen. Mensen die bijvoorbeeld verslaafd zijn geraakt aan pornografie, tot het punt dat zij zelfs op hun baan, op hun werkvloer, naar pornografische websites gaan en zodoende zelfs problemen voor zichzelf veroorzaken op het werk. De verslaving is dus in feite iets wat het leven van deze persoon heeft overgenomen en gedomineerd en de persoon niet vrij kan worden. Ik ben hier met mijn gast van vandaag, Gael, die ons gaat vertellen hoe de wiet, de marihuana, zijn leven totaal in beslag had genomen. Waardoor het tot het punt kwam dat hij veel dingen in zijn leven heeft verloren. Gael, welkom in onze studio. Dankjewel dat je je verhaal met ons wilt delen. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Oké. Dan Gael, jij bent hevig verslaafd geraakt aan marihuana, toch? Ja. Hoe lang ongeveer? Het was ongeveer 4,5 jaar. Oké. En het begon heel onschuldig. Mm-hmm. Het was puur recreatief. Ik had een paar vrienden die het ook deden. Ik dacht, hoe oud was je toen je voor het eerst begon? Zo is een goede vraag. Nee, 23 volgens mij. 23. Oké. Okay. Begon vrij laat normaal gesproken. Vrij laat, ja. Beginnen heel veel jongeren vandaag de dag al als een grap op hun 13e, 14e. Maar jij begon op je 23ste. 23ste, dus dat is ja, in uw termen dan heel laat inderdaad. Mm-hmm. Maar dan, ik was nieuwsgierig van, weet je, wiet is overal te koop in Nederland. Ja. En ik had vrienden die dat ook deden, puur recreatief. En mm-hmm. Ik begon ermee. Eerst was het gewoon puur meeroken. En dus als een vriend dat had, blowde ik ook. Maar als het niet was, was het oké. Okay. En het was, de eerste keer was het wel leuk. Het was stoer. En het gaf wel een goed gevoel, moet ik toegeven. En langzamerhand was het 1 maand, 2 maanden, 3 maanden begon ik mee te roken. Tot het punt dat ik problemen had in mijn privéleven. Wat voor problemen had je? Ik had problemen met mijn familie. Ouders gingen scheiden. En daardoor begon ik te blowen. En ik probeerde in plaats van recreatief, werd het nu een soort
geneesmiddel of iets. Therapie. Een soort therapie gebruikte ik eigenlijk. Elke keer als ik me minder voelde, ging ik een blootje roken. En ik werd wel rustig. Maar tot op het punt dat ik na een uur of twee uurtjes weer nuchter werd, ging ik nog een keer blowen om dat gevoel weer terug te krijgen. En dat was het begin van een heel grote ellende eigenlijk. Dus als het ware, jij blowde om een uitvlucht te vinden voor de pijn. Precies. En er zijn heel veel mensen die dat ook hebben. Misschien is dat iets dat u in zichzelf kunt herkennen. Dat u bloot of u rookt of u drinkt, de verslaving die u heeft als een uitvlucht. Om de pijn te verzachten, om even niet aan de pijn te denken. Het probleem echter daarmee is het volgende. U kunt een korte uitvlucht hebben voor de pijn. Maar wanneer het effect van de drugs, de sigaretten en de alcohol is uitgewerkt, wat gebeurt er dan? U komt weer terug in de realiteit. U wordt weer geforceerd om de pijn en het probleem onder ogen te komen. En gezien u dat niet wilt, zoekt u weer naar die uitvlucht. Zoekt u weer naar die high of het dronken worden. En zo blijft u dan in de vicieuze cirkel. Want vluchten van de pijn of een uitvlucht zoeken van de pijn is niet de oplossing. De oplossing is de pijn oplossen. Het probleem aanpakken. En dat is denk ik ook in jouw geval, Gael, dat je zocht telkens naar een uitvlucht voor de pijn, maar het probleem werd niet opgelost. Dus dan bleef je in een soort van vicieuze cirkel. Precies. En het was een cirkel die maar erger werd. Mm-hmm. En op een gegeven moment, begin werd ik echt stoned ervan. Maar hoe vaker je bloot, hoe minder, je wordt een soort immuun eigenlijk, hoe minder stoned je wordt eigenlijk. Dus op een gegeven moment zocht ik sterkere wiet de hele tijd. En dan ging ik het mixen met hash. Dus het was een combinatie van wiet en hash tegelijk. En wat ik aan blow was, om het effect sterker te maken. Maar het hielp niet. Ik bleef, nadat ik nuchter werd, bleef die leegte gewoon van binnen. En zodoende, mijn school ging ook achteruit. En het was meer van, de koffieshop ging 10:00 open. 9:45 was ik al voor de deur. Ik blowde, nam een koffie en ik bleef daar tot 12:00. Ik ging naar huis slapen, dan weer blowen. Hoe vaak blowde je dan op een dag? Vijf keer op een dag zat ik te blowen. En het waren echt continu grote zakken wiet wat ik aan roken was. En als ik het niet had, ging vrienden appen van, joh, heb je geen wiet? Want ik kon niet, als ik echt trek in had, moest ik iets doen. Ik moest geld zoeken. En ik werkte ook niet meer. Op een gegeven moment kon ik ook niet meer werken. Ik was ook depressief, waardoor ik niet kon werken. En dat was echt een bak van ellende eigenlijk. En ik ging mijn vader vragen, heb je geld? Heb mijn broertje vragen, heb je geld? Heb ik ook al €2 steeds geld zoeken om een verslaving te voorzien. Het was als het punt dat ik, als ik maar €5 had en ik had honger, kon ik ook kiezen of eten of blowen. Mm-hmm. En ik ging liever blowen dan eten eigenlijk. En na het blowen krijg je weer honger, maar ik had geen eten. Dus dan, ik viel heel veel af. Ik was echt 40 kilo afgevallen. Mijn gezicht was heel anders gelijk. Je zag bijna Helemaal ingevallen. Je zag een botten gewoon. En ik liep op straat als een zombie eigenlijk. Keek naar de grond de hele tijd. In mijn eentje zat ik in het park. Hele dag. En de buren keken ook van, waarom zit je de hele dag in het park? Ik zei, nee, gewoon lekker genieten van een jointje. Maar van binnen ging ik helemaal kapot. En de wiet was mijn tijdelijke oplossing. Want ik kon nergens een oplossing vinden. Mm-hmm. Ik probeerde wel te stoppen, maar het lukte niet. Maar jij zegt dat je moest altijd kopen. Hoeveel besteedde jij aan wiet op een dag ongeveer? 10, 15 euro aan wiet. En dan moest per je dag? Per dag ongeveer. En nog sigaretten moet je ook hebben, anders kun je niet blowen. Dus ook sigaretten. En eigenlijk moet je ook een beetje eten. Dus het was echt heel veel geld op een dag of in een week wat ik besteedde aan wiet. Het was echt ingecalculeerd dat als ik studiefinanciering had, dat ik gewoon al het geld, het meeste geld van mij gebruikte om te blowen. Ik betaalde. Dat geld dat jij kreeg voor je studie, studiefinanciering, dat ging helemaal naar de verslaving. Ja, ik betaalde mijn school, lesgeld betaalde ik niet. Ziektekostenverzekering betaalde ik ook niet. Ik betaalde helemaal niks. Alles was puur voor mezelf. Of misschien mijn broer geld geven huur, maar voor de rest was alles puur in het teken van wiet, eten en drinken. En het was echt verschrikkelijk. Ik begon ook te drinken overdag. Om midden 12:00 in de middag was ik gewoon aangeschoten, dronken. Ik had een fles whisky. De ene verslaving bracht de andere verslaving met zich mee? Ja, zeker. Het was een kettingreactie. Het was drinken, maar het van drinken, whisky en wiet eigenlijk. Dus het was eigenlijk die combinatie wat wel verschrikkelijk was eigenlijk. En zo leefde ik. En sigaretten erbij, toch? En sigaretten. Sigaret ook nog. Als ik dacht van, ik heb geen wiet, dan ga ik wel een sigaretje roken. Dus het was sigaretten, drinken, wiet. En zo was mijn leven dag in, dag uit voor vier jaar lang eigenlijk.
Je ziet dat, Gael, jij zei net dat je blootde, je gebruikte de wiet om de pijn te verzachten van de ellende die jij aan het meemaken was in jouw leven. Ja. Maar de wiet zorgde ervoor dat jouw studie naar achter ging. Ja. De wiet zorgde ervoor dat jij zelfs jouw plezier om gewoon een goed leven te hebben, want je werd depressief. Ja. Dat nam het van je. De wiet zorgde ervoor dat je financiële problemen ook kreeg, omdat al het geld dat jij had, ging er naartoe. Ja. De verslaving zorgde ervoor dat een andere verslaving ook uitgenodigd werd in jouw leven. Mm-hmm. De wiet was als het ware zeggen van, hey, kijk, we hebben hier iemand. Alcohol, jij kan er ook bij komen, er is plaats voor jou. Sigaretten, jij kan ook komen, er is plaats voor jou. Dus datgene wat eerst geïntroduceerd werd als een soort van therapie om even de pijn te verzachten, veroorzaakte nog meer pijn in jouw leven. Zeker. Veroorzaakte nog meer ellende. En beste vriend, je moet analyseren of dat hetzelfde is bij u. U maakt gebruik van de alcohol of van gokken. Het plezier van het gokken. Je bent daar in de casino, in die hele hype, in die hele spanning van nu ga ik winnen. Maar kijk of u niet meer aan het verliezen bent dan dat u aan het winnen bent. En dat is zeker zo. Want zoals in het geval van Gael, hij zocht de wiet om de pijn te verzachten. Maar zijn studie ging naar achteren. Zijn relatie met zijn familie ging naar achteren. Hij was de hele dag, de hele tijd in de coffeeshop. Financieel ging het slecht. Hij werd depressief. Hij zat in het park in zijn eentje. Iemand die op 23-jarige leeftijd, in de bloei van zijn leven, helemaal naar achteren aan het gaan was. Van iets dat in het begin leuk was. Maar daarna werd het bitter. En dat is wat de verslaving doet. En als u iemand bent die verslaafd bent, dan herkent u dit in uw leven. Of u heeft een familielid die met dit probleem rondloopt. U herkent dit in uw leven. Dan willen wij tegen u zeggen, beste vriend, dat er een uitweg voor uw situatie bestaat. Wij gaan nu even naar een korte onderbreking. Maar wanneer wij terugkomen, dan gaat u het andere gedeelte van het verhaal van Gael horen. Hoe heeft hij de verslaving overwonnen? En zoals hij het overwon, zo kunt u het ook. We komen zo terug. UKGR.nl. Het informatiepunt van het UKGR Centrum. Lees de ware levensverhalen en ontdek hoe mensen een positieve verandering hebben meegemaakt. Of klik op boodschap en laat u inspireren door boodschappen van kracht, bemoediging en innerlijke versterking. Lees ook wekelijks onze online nieuwsbrief en volg onze wekelijkse activiteiten. UKGR.nl, een nieuwe bron van inspiratie. Wat heb je gedaan om deze verslaving te overwinnen? Ja, mijn broertje die kwam al bij de UKGR, Evangelisch Centrum. Mm-hmm. En ik zag verandering in hem. Wat voor verandering zag je in je broertje? Qua gedrag, qua hoe hij deed. Want echt die communicatie was niet zo sterk onderling met ons. Mm-hmm. En ik merkte dat hij steeds meer opener werd sinds hij weer terugkwam. En was ook bezig met heel veel dingen, activiteiten bij de UKGR. En ik zag het bij hem. En op een gegeven moment ging ik goed nadenken van, ik heb het in mijn eentje geprobeerd, het lukt niet. En waarom niet diezelfde pad bewandelen als mijn broertje? En zodoende heb ik hem gevolgd hier naartoe. Mm-hmm. En hier leerde ik wat ik moest doen, welke stap ik moest gebruiken. En dat ik niet alleen een slachtoffer moest spelen, maar actief mijn geloof moest gebruiken. Mm-hmm. En dat heb ik gedaan. Ik had een zak wiet nog, ik had gebloot met een paar vrienden. En de eerste keer dat je naar de UKGR kwam, was je stoned? Nee, ik was niet stoned. Oh. Maar tijdens de eerste paar weken bloot ik nog, toen ik hier kwam. Okay. Dus ik was niet helemaal bevrijd ervan. Mm-hmm. Op een gegeven moment maakte ik een radicale keuze in de zin van, ik dacht van nee, nu moet het gestopt worden. En ik had nog wiet in mijn broekzak. Mm-hmm. En ik stond bij de prullenbak en ik zei tegen mezelf van, vanaf nu ga ik stoppen met blowen. Ik gooi het nu weg en ik ga nooit meer blowen. En ik gebruikte mijn geloof op dat moment. En vanaf dat punt had ik tegen mezelf gezegd van nu en nooit meer. En dat was echt een radicale keuze. En ik sliep. Ik was toen nog stoned. Ik sliep. De volgende dag werd ik wakker. Kreeg ik heel veel trek in wiet, in sigaretten, in drinken. Dat was echt die drang was er nog? Die drang was er. Het was heel sterk. Mm-hmm. Het was niet in één keer dat na dat gebed in één keer alles weg was. Nee, het was wel op een gegeven moment was een strijd tegen mezelf. Ik liep naar de stad. Ik kocht sigaretten. En ik begon heel veel sigaretten te roken. Maar ik merkte dat dat ook geen oplossing was. Dan anders verplaatsen de verslaving naar sigaretten. Mm-hmm. Toen dacht ik mezelf van nee, dit kan niet meer. Nu is het gewoon klaar.
En op een gegeven moment, ik ging slapen en ik werd wakker. Ik dacht van, hey, ik heb nuchter geslapen zonder wiet te gebruiken. En toen zag ik van, dat was de eerste stap voor verandering. Want mensen die wiet roken weten ook dat het moeilijk is om nuchter te gaan slapen. Jij had wiet nodig om te kunnen slapen? Om te kunnen slapen. Zonder kon je niet slapen? Zonder kon ik niet slapen. Ik was het niet gewend. En nu, die dag, sliep ik zonder te blowen. En de hele dag kreeg ik trek in sigaretten, in blowen en in wiet natuurlijk. Maar ik bleef gewoon strijden, bidden. En na anderhalf week was ik helemaal vrij van mijn verslaving. Ik had geen trek meer in wiet. Ik liep langs een coffeeshop, maar het deed me niks. En als iemand voorbij je zou lopen en de geur van marihuana zou je voorbij gaan? Nee, dat doet me niks meer. Het doet me helemaal niks meer. Je gaat er niet van water in je mond en trillen. Nee. Trillen van hoe? Je handen wrijven. Nee. Dat is helemaal klaar. In de eerste anderhalf week wel. Toen was het wel een soort verleiding voor mij. Dus ik vermeed vrienden die dat deden. Die bloden. Niet ten nadele van hun, maar ik wou gewoon een bepaalde gezelschap wou ik vermijden. Om niet in verleiding te komen? Om niet in verleiding te komen. En eerst anderhalf week wel, kreeg ik wel watertanden, maar ik vermeed bepaalde plekken en bepaalde vrienden en bepaalde mensen die dat bloden. En maar anderhalf week was ik vrij en nu doet het me niks meer. Geil, wat ik wil weten is het volgende. Had jij niet voorheen zelf geprobeerd om te stoppen? Ja, ik heb voorheen heel vaak geprobeerd te stoppen en ik hield het 45 minuten vol. En daarna was het weer van geld zoeken om naar de coffeeshop te gaan. Maar wat was het verschil dan? Want je zegt dus dat je voorheen probeerde het op eigen kracht. Dat je tegen jezelf zei, dit is niet gezond meer, dit is niet goed. Mm-hmm. Dit kan niet meer zo verder gaan. Mm-hmm. Maar daarna ging je toch overstag. Ja. Daarna deed je het alsnog. Ja, alsnog, ja. Maar in de UKGR kwam je. Mm-hmm. En het was nog steeds een strijd. Ja. De drang en de behoefte en de verleiding was er nog steeds. Maar dit keer had je wel de kracht om door te zetten. Ja. Hoe komt dat? Wat heb je hier gevonden? Dat willen de kijkers weten. Wat ik hier gevonden heb? Ik heb hier rust gevonden, ten eerste. En ik heb hier geleerd hoe ik mijn geloof moet gebruiken. En dat ik niet zielig moet doen. En niet een slachtofferrol steeds moet spelen. En zeggen van, joh, kijk hoe zielig ik ben. En dat ik gewoon moet opstaan en strijden. Ik heb leren strijden hier. Leren mijn geloof gebruiken. Je hebt kracht gevonden. Ja. Om te strijden. Ja. Want als je geen kracht hebt, dan kan je niet strijden. Nee, zonder kracht kun je niet strijden, precies. En een kracht die niet van jou was, maar van die van boven kwam. Van boven kwam, ja. En door deze kracht heb ik het overwonnen. Ja. Hoe ben jij vandaag de dag? Vandaag ben ik een totaal andere persoon. Ik ben nu, even kijken, sinds 2014, 3,5 jaar heb ik niet gebloot. Dus het is al 3,5 jaar dat ik helemaal vrij ben van verslaving aan wiet, aan alcohol en dat soort dingen. Ik ben niet meer depressief. Ik heb een goede baan gekregen. Financieel gaat het goed. Ik hoef financieel nergens druk om te maken. Ik kan mijn schulden betalen. Vroeger deed ik niks aan schulden, maar nu is alles gewoon goed geregeld. Ik heb rust gevonden van binnen. En ik ben totaal een persoon dan ik 3,5 jaar geleden was eigenlijk. Dus wat de verslaving had vernietigd, wat de verslaving weer had afgenomen, vandaag de dag is weer opgebouwd. Ja. En je hebt vrede in je leven. Zeker, 100% vrede. Ik kan het iedereen aanraden. Bestaat er een uitweg voor verslaving? Zeker, 100%. Zeker weten? Van mij wel. Van jij bent het bewijs, toch? Ik ben levende bewijs ervan. Heel goed. Dankjewel, Geil. Graag gedaan. Daarom zeggen wij tegen u, er bestaat een uitweg voor de verslaving. Hetzelfde kan ook voor u gebeuren. Het enige wat u hoeft te doen, is een stap te nemen. Kom naar het UKGS-centrum. We zeggen niet tegen u dat het in één dag, hocus pocus, weg zal gaan. Maar wat wij wel tegen u zeggen, is het volgende. Als u wilt, u heeft toch van alles geprobeerd en niets heeft geholpen, er is een uitweg voor de verslaving. Wij gaan nu even kijken naar het levensverhaal van iemand anders die ook de verslaving heeft overwonnen en die gebruik heeft gemaakt van de bovennatuurlijke kracht van het geloof. En dan komen we zo bij u terug. www.radiopositief.nl. Klik op uitzendschema en daar vindt u de tijden van verschillende boodschappen. U kunt 24 uur luisteren naar muziek en boodschappen van geloof. www.radiopositief.nl. Altijd opwekkend. Hoe lang heeft u gebruikt en wat voor drugs heeft u gebruikt? Ik heb 25 jaar cocaïne gebruikt. 25 jaar? Ja. Wat heeft u verloren voor de verslaving? Gezondheid, baan achter banen, geld, vriendinnen, alles. Alles? Ja. Ja. Mm-hmm. Ja. Als heel veel geld. Heel veel geld ook. Heel veel geld, ja. Bijna ongeveer 20.000 euro zo.
Mm-hmm. Als je zou beschrijven wie u was toen ter tijd, hoe zou je kunnen zeggen over uzelf? Ja, een agressieve persoon en verslaafd. Mm-hmm. Verslaafd, ja. Gewoon in een kring, werk, gebruiken. Dat was hem. Heeft u, hoe vaker heeft u gezegd zo aan uzelf? Miguel, ik kom eruit. Ik ga stoppen. Ik heb het vaak gezegd. En dat heb wat ik heb net gezegd ook. Dus daar komt ook het verdriet. Dus ik wil stoppen daarmee. En ik kan niet stoppen. Mm-hmm. Het lukt me niet te stoppen. Ik probeer van alles en het lukt mij niet. En daar komt het verdriet. Mm-hmm. Dat, hoe kom ik nu eruit? Hoe kom ik nu eruit? Er is geen oplossing, want ik ben aan het gebruiken, maar proberen het te stoppen. In uw familie, wat dachten ze over u? Omdat wij horen vaak mensen zeggen zo, ik heb een familielid die verslaafd is, maar hij wil niet stoppen. Wat dacht of wat zeiden uw familie over u? Ja, mijn moeder wist daarvan. En in het kring dat ik was, is ook betrokken. Dus het is ook een deel van mijn familie. Dus het heeft niet zoveel te zeggen. Want ik was al oud ook, jong, laten we zeggen, op mezelf. Dus mijn vader wist er niet van. De familie van, de deel van mijn vader wist ook daar niet van. Maar mijn moeder wel. Mm-hmm. Maar het maakt ook mijn moeder ook verdriet wanneer mijn moeder dat ziet. Van, Rina, wanneer ga je slapen? Ben je van plan om zo door te gaan? Maar hoe stoppen? Ja. Hoe kan ik stoppen? Op een dag van je naar de carrière. Ja, dat klopt. Ik weet het, maar ik zou je toch vragen. Hoe lang bent u nu helemaal vrij van de drugs? Ongeveer 6 jaar. 6 jaar bent u helemaal vrij. Ja, klopt. Helemaal vrij. Ja. En wat heeft de campagne van Israël te maken met dit? Oké, pastoor. Ik kwam naar de UKGR. De verslaving ging niet helemaal weg van de eerste campagne. Ik begon wel de vooruitgang te zien. Mm-hmm. En in mijn achterhoofd, dan heb ik, oké, laat die anderen maar komen. Want ik heb nog een push nodig. Ja, het moet helemaal gestopt worden. Oké, dan ging ik verder met campagne. Ja, dat gaat heel goed met mij. Mm-hmm. Ja. Die drang om drugs te gebruiken. Dus al 6 jaar lang bent u helemaal clean. Helemaal clean, ja, klopt. Amen, Godzijdank. En iets belangrijks dat u heeft gezegd. U heeft geleerd de weg van de kracht. Van de kracht, ja. UKGR.nl. Het informatiepunt van het UKGR Centrum. Lees de ware levensverhalen en ontdek hoe mensen een positieve verandering hebben meegemaakt. Of klik op boodschap en laat u inspireren door boodschappen van kracht, bemoediging en innerlijke versterking. Lees ook wekelijks onze online nieuwsbrief en volg onze wekelijkse activiteiten. UKGR.nl, een nieuwe bron van inspiratie. Beste vriend, op dit moment ga ik een gebed opzeggen voor een ieder die kracht nodig heeft om de verslaving te overwinnen. Heere mijn God en mijn Vader, ik vraag aan u om deze persoon te bezoeken die op dit moment ook worstelt met de verslaving. Of een familielid heeft, mijn heren, die daaraan leidt. Op dezelfde manier dat u kracht heeft gegeven aan Gael om te komen. Hij had de kracht niet om de verslaving in zijn eentje te overwinnen. Maar hij had wel de kracht om naar het UKGS-centrum te komen. En vandaag de dag, heren, is zijn leven getransformeerd. Heren, dat hetzelfde zal gebeuren voor deze man, voor deze vrouw, voor deze vader en moeder, mijn heren. Zodat zij kunnen zien dat de verslaving, mijn heren, niet het eindstation is. Maar dat er nog leven bestaat. In Jezus' naam. Amen. Heel goed dan, beste vriend. Wij zijn gekomen aan het einde van onze uitzending. Ik wil u graag uitnodigen. Deze zondag om 3:00 middags hier in Den Haag. Aan de Fruitweg nummer 4 hebben wij dan deze bijeenkomst. De uitweg voor de verslaving. Misschien heeft u al geprobeerd op uw eigen kracht. De kracht van medicijnen, de kracht van psychiaters, psychologen, therapieën. En het heeft allemaal niet gewerkt. Ik wil tegen u zeggen, er is een andere kracht.
de bovennatuurlijke kracht van het geloof. Maakt niet uit of u ongelovig bent in de zin van u gelooft niet in God. Of maakt niet uit of u een andere religie heeft. Het gaat niet daarom. Het gaat om het volgende. Dat er een uitweg bestaat voor de verslaving. Deze zondag hier in Den Haag aan de Fruitweg nummer 4. Ik zie u dan.